In Vlaamse steden wordt ongeveer 20% van de parkeerplaatsen bij nieuwbouwappartementen niet gebruikt. Maar wat kan je dan doen met deze ruimte? Self-storage is de oplossing. We bezoeken hiervoor CSC Industries. De self-storage sector is eigenlijk een zeer dynamische sector. Gestart in 1995 in Brussel hebben we de eerste site gebouwd, toevallig door ons. En eigenlijk de laatste 25 jaar heeft hij een geweldige evolutie gekend. Van één site naar momenteel een goede 4000 sites in de Europese Unie. We verwachten dezelfde groei de komende 25 jaar. Waarom? In de Verenigde Staten bestaat de sector 40 jaar. Zijn er vandaag 56.000 sites of omgerekend 1 vierkante meter per inwoner in de US tegenover 0,04 vierkante meter in de EU. Wel, dat is inderdaad een probleem. Namelijk, de projectontwikkelaars blijven in onverdeeldheid eigenlijk met onverkochte parkeerplaatsen. Waardoor eigenlijk heel veel kosten worden gemaakt in die kelder, in die parkeerplaatsen, niet worden gerentabiliseerd. En die onverdeeldheid is een probleem. Dat is één. En twee, blijven kosten. Wij merken dat de laatste 4-5 jaren heel veel andere klanten van ons in het binnen de Europese Unie, in het buitenland, eigenlijk volop parkeerplaatsen converteren naar self-storage sites. Omdat ze vaak goed gelegen zijn. Namelijk in woongebied waar behoefte is aan opslagruimte. En die evolutie verwachten wij eigenlijk ook in Vlaanderen, maar eigenlijk staan we een paar jaar achter. Wel, de oplossingen zijn velerlei. Ten eerste is het zo dat onze wanden zijn eigenlijk dunwandig, 2 tot 3 centimeter dik vergeleken met een betonnen muur van 14 centimeter, waardoor je 10% ruimte wint aan verhuurbare oppervlakte, dat is één. Ten tweede is het zo dat het commercieel rendement veel hoger ligt, namelijk 200 euro huuropbrengst per jaar per vierkante meter is zeer interessant als rendement. En ten derde is de locatie ook heel erg goed, namelijk mensen die boven de parkeerplaatsen wonen, zoeken ook heel erg vaak ruimte in de nabijheid en je hebt die ruimte al beschikbaar. We hebben eigenlijk 3 pijlers om de kwaliteit te garanderen. De eerste pijler is het feit dat we alles in-house eigenlijk produceren en ook engineeren, waardoor we dus alle grondstoffen aankopen, coils, stalen, platen, alle componenten, en transformeren tot het eindproduct. Dus alles wordt in-house gedaan. Dat is de eerste pijler. Een tweede pijler is namelijk het feit dat we een projectmanagementteam hebben die on-site bij de klant gaat. En een derde pijler zijn de installatieploegen zelf, namelijk allemaal in-house opgeleid. En hebben een installatiemanager die de sites afgaat, allemaal bezoekt en kijkt of de kwaliteit van de installatie ook voldoet aan de vereisten tot op het einde van de werf. Je kan het niet bedenken of we doen het eigenlijk. Standaard zijn meestal bedrijfshallen of magazijnen die leegstaan, die we transformeren tot een self-storage project. Maar we doen evengoed, iets moeilijker al, fabrieksgebouwen ombouwen tot een self-storage project. Maar het kan nog gekker. We hebben ook al ziekenhuizen, zwembaden, kippenstallen, zelfs een bunker uit de Tweede Wereldoorlog omgebouwd tot een self-storage project. Dus bedenk het maar en we kunnen het wel.